Als je wil dat kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. Wil je dat ze briljant zijn, lees ze dan meer sprookjes voor. Een quote van de welbekende Albert Einstein. Vandaag praten we over het belang van lezen voor kinderen in dit deel van deze aflevering van In Gesprek Met. Onze gast is mevrouw Indra Hu. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Mevrouw Hu, welkom in ons programma. Dank u wel. Laten we bij het begin beginnen. Wie is Indra Hu? Indra Hu is getrouwd Hu. Indra Hu is in feite Indra Ramdas. Ik ben mama van 2 kinderen. Ik ben getrouwd met Ricardo Hu. En vraag me niet mijn moeder en mijn vader. Die zijn. Mijn vader is er helaas niet meer. Mijn moeder is er wel. En ja, van hun heb ik het vrolijke, denk ik, meegenomen. En ik hou van schrijven. Ik hou van, eigenlijk is het anders. Ik hou van vertellen. Ik vind het fijn om leuk met kinderen, met boeken bezig te zijn. Ik zelf ben een sprookjesliefhebber, zeg maar. Altijd van sprookjes gehouden. Dus ik vind boeken leuk en vertellen leuk. Maar ik hou ook van koken. En ja, ik ben muzikant. Ik ben tenorsaxofonist. Dus ja, leuke dingen doen. Ja, een heleboel. Maar vandaag gaan we ons focussen op dus boeken die u geschreven heeft en het belang van lezen. Yes. Dus daarom willen we van u weten, waar is het schrijven begonnen? Het schrijven is begonnen in 2002. Daarmee schrijven, hè. Maar het schrijven is vooraf gegaan aan het vertellen. En vertellen heb ik altijd al gedaan. En ik ga lachen. Waarom? Toen ik van de kleuterklas naar de eerste, hogeschool naar de eerste ging, had ik een 10 voor iets. Waarvoor? Vertellen of praten? Wel, voor babbelen had ik een 10, maar ik vond het leuk. Ik was zo trots. Ik was 5 jaar en ik had een 10. Dat heb jij nooit gehad. Zie je wel waarom ik trots was? Dus daar begon het. En later is het schrijven gekomen in 2002. Oké. En ja, eigenlijk heeft u die vraag al beantwoord van waar de motivatie is gekomen om te schrijven. Maar los van die 10 voor babbelen, is het iets anders u ook gemotiveerd gedurende de jaren? Ja, net wat ik zei, ik hield van sprookjes. En ik kon sprookjes vertellen, ik kon het eens in een char lezen, dat wil zeggen ik kon geen enkel woord lezen. En dan nog zou ik doen, een boek pakken en lezen alsof ik de beste lezer van de wereld was. En mijn vader was natuurlijk zo trots als zijn dochter kon lezen, you know. Maar daar begon het vertellen. En toen laat me goed nadenken. 1998 was ik een verwachting van mijn oudste. En ja, hij was zo onrustig, druk in mijn buik. Dat begon ik hem te vertellen. Maar ik heb door de tijd heen altijd verteld. Maar daar begon het echt vertellen. En toen hij geboren werd, als ik hem voedde, hè, zo heel bij de borst. En dan streelde ik zo wang. En dan vertelde ik een verhaal. Luister, hij is zo aandachtig. Toen werd hij ouder. Naarmate hij groeide, 1 jaar ongeveer, kon hij heleboel woordjes zeggen zelf. U begrijpt het, ik sprak veel met hem. En dus zei hij, mama, hoeveel haalt je tel een dag? Ik dacht, wat is dat in godsnaam, hoeveel haalt je tel? Ik zeg nog goed, ik kon hem niet volgen. Wat zegt hij eigenlijk? Hele dag gehuild, middag. Volgende dag weer, hoeveel haalt je tel? Jongen vallen tiet, boem. Ik zeg aan zijn vader, boy, wat wil je kind aan me zeggen? Ik weet het niet. Tot in die middag, de volgende middag, waren we bij ons balkon. Ik was toen in Nikeri, ik heb daar 3 jaar gewoond. Ik ben in Paramaribo geboren, alles, maar we waren daar geweest in het werk. Nou, ging er een jongen langs met de fiets. En vlak daar, bij onze inrit bijna, was er een gat. Mm-hmm. En de jongen is gevallen. Nee. Precies daar waarschijnlijk, waar hij een dag van tevoren was gevallen. Dus hij zegt aan mij, mama, jongen vallen, tiet, boem, overhaal je tel. En toen zei hij, wacht even, je bedoelt, ik moet een verhaal vertellen over een jongen die is gevallen van een fiets, boem. Snap je dat? Yeah. Mama, overhaal je tel. Ik zei hem altijd, waarover moet ik jou een verhaal vertellen toen hij nog jonger was, weet je, baby. En zo begon het dus. En toen kreeg ik van die thema's.
al die thema's. Tot ik in 2000 terug naar Paramaribo. Mijn zoon, zo, tweede zoon, zo in mijn beren, zo biggie beren, ik kon niet vertellen. Zeg ik aan mijn man, Ricardo, weet je wat, wil jij aan Vincent vandaag vertellen? En hij vertelde hem een verhaal over twee poezen en één muis. De volgende dag zegt Vincent aan mij, mama, vertel over de poes en de muis. Zeg ik, weet je wat, ik maak twee muizen ervan en één poes ervan. Mm-hmm. En toen kwam Lena en Jopie ontmoeten Sissy de Luiepoes, de serie eigenlijk. En dit verhaal was in 14 regels. De geestesvader is eigenlijk de papa. Mm-hmm. Maar ik heb het toet veranderd. En Vincent was op de peuterschool. 2,5 jaar oud. En hij was echt zo Nikeri, mama kindje, kende niemand. Ja. Dus toen hij daar was, was hij heel erg, ik wil naar mama gaan. Ik ga alleen maar huilen. Maar wanneer de juf begon met vertellen, was hij bijna in de maag. Met snort en al in de maag. Want kreeging toch. Dus toen zei de juf, Indra, schrijf. Heb ik dit verhaal in 14 regels geschreven. De juf moest het 10 keren vertellen. En toen zei ze, nou, nu ga je naar een schrijver. Ik ga je sturen naar een schrijver. En zo ben ik erin gerold, hè. Ben ik het gaan vertellen, uitbreiden. En het is geworden een pracht van een boek, Lena en Jopie. Ontmoeten Sissy de Luiepoes, mijn eerste publicatie in 2002. Oktober 2002. Dus nu ben ik 20 jaar schrijver met een heleboel boeken. En zo meteen. Ja. Net mijn volgende vraag. U schreef vanaf 2002. Na al deze jaren, wat betekent het schrijven voor u? Heel eerlijk, plezier beleven. Ik vind het heerlijk om te schrijven. Ik vind het heerlijk om te vertellen. En dan een leuk verhaaltje, omdat ik zelf van leuke verhalen hou. Vind ik het leuk om iets leuks te vertellen. Leuk om leuk te vertellen, ja. En te schrijven, zodat kinderen er plezier aan beleven. En vooral fijn vinden om zelf te gaan lezen. Gestimuleerd worden om een boek te pakken en te zeggen, ik wil lezen, mama, lees voor mij. Of als ze nog niet kan, zij of hij nog niet kan, mama, alsjeblieft, mama gaat voorlezen. Ja, ik ben blij dus dat u aanhaalt dat dus kinderen kunnen lezen of dus dat iemand voor ze kan voorlezen. Ja. Welke voordelen heeft lezen voor kinderen? Zoveel, hè. Wanneer, ik vertelde net, het voorlezen, mijn kind was nog geen 1 jaar, beide jongens van mij. En ze konden al zoveel papa, papa, papa. En niet babytaal, want ik ben geen babytaal, mama. Yeah. Ik zeg altijd, zeg het goed. Kijk, in Sanami bijvoorbeeld, toch? Zeggen wij, bhat is rijst. Dan gaan ze, kom je bhati eten? Dat kind gaat eeuwig bhati zeggen. Ik heb zo'n hekel eraan. Sorry dat ik dat woord gebruik. Maar zeg gewoon, kom bhat eten of kom rijst eten. Of weet ik veel, een of ander ding. Zeg het goed. Want wat doe je daarmee? Je zorgt ervoor dat dat kind klank bijvoorbeeld van jouw mond, want dat kind volgt jou, toch? Ja. Dat kind gaat precies zeggen zoals jij dat zegt. Doe het goed. Heb het in 1 keer goed. Ja. Want wanneer mijn jongens bijvoorbeeld, ze konden de woorden niet uitspreken, zei ik altijd, kijk naar mama's mond. Ik ga je zeggen hoe mama het zegt en dan ga jij het uitspreken. Dus zo. En daarom, het lezen is zo van belang vanaf jongs af aan. Ze leren. Ze maken kennis met boeken, met de taal, met plaatjes, met tekeningen. Kinderen, hoe denken jullie dat kinderen bijvoorbeeld van 0, 1, 2 peuters, kleuters verhalen vertellen? Niet met die woorden, plaatjes. Ja. En het is zo ontzettend fijn dat wanneer een kind, het is gebeurd, net met mij, dat kind kijkt en zegt dingen en ik denk, hoe weet je dat dat gebeurt? Omdat dat kind vaker wordt voorgelezen. En daar gaat het om. Lezen, je woordenschat. Behalve dat woordenschat, mama's en papa's vergeten soms. Hoe fijn is het niet? Je bent zo moe. Je hebt 10.000 banen. Je komt thuis. Het kind zit op jouw cozy. Je pakt een boek en je gaat een lief kind hier tegen je aanhouden. En je gaat samen lezen. Lezen is ontzettend belangrijk. Ook voor de familie, ook voor de band. Hè? En dat is het stimuleer om te lezen. Je gaat er nooit spijt van hebben. Ja. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat vele mensen of organisaties, ook het ministerie van Onderwijs, heeft geroepen voor het bevorderen van lezen. Dus dat ze echt een leescultuur willen hebben bij jonge kinderen. Ja. En hoe belangrijk is het bevorderen van lezen voor
deze generaties. Want wat we ook hebben gezien met de komst van internet en dat soort zaken. Dan zijn kinderen vooral minder gaan lezen. En nu dringen we erop aan. Jullie moeten meer lezen, jullie moeten meer lezen. Hoe belangrijk is het dat het lezen bevorderd wordt? Ik ga één vraag stellen. U hebt me vragen gesteld, maar ik ga weer een vraag stellen. Wie is degene die de kinderen die tablets geeft en de telefoontjes geeft? Wie? Mama en papa, hè? Exactly. Waar gaan we het zoeken? Bij mama en papa. Bij onszelf. Wij zijn de schuldigen. Reality check. Wat krijgen onze kinderen op school? Nog steeds. Suriname. Ik praat over Suriname. We wonen in Suriname, toch? Wat? Boeken, mama en papa's. Krijgen we die tablets? Krijgen wij die telefoontjes om te gaan werken daaruit? Nee. Ik zeg niet dat het niet goed is. Absoluut niet. Techniek. Je gaat mee met de techniek, toch? Met de ontwikkelingen. Maar wat ik wel zeg, wanneer ze nog klein zijn, jong zijn, wie is degene die met de kinderen bezig moet zijn? Wanneer een mama en een papa mij zeggen, oh, mijn kind is nog 2 jaar, kan nog niet lezen. Ik zeg, je beledigt dat kind. Dat kind kan wel lezen. Lezen. En jij bent degene die de ogen zijn, de mond, het denken. Jij bent met dat kind bezig. En kom me niet zeggen, het is de school die het niet doet. Nee, de school is ook belangrijk. Het is een driehoeksverhouding. Kijk, ik ben een beetje scherp hierin, maar ik bedoel het niet, ik ga geen schuldigen aanwijzen, absoluut niet, maar kijk naar de realiteit. Zonder een mama en een papa is er geen kind, is er geen school die de kinderen dan kan herbergen. De kinderen, als ze geen school hebben en er geen leerkracht is, hoe gaan we verder? Dus het is mama, scholen, kinderen. Ouders, ik zeg mama, ik bedoel mama en papa hoor, alsjeblieft. Ja. Papa's ook. Papa's, mama's, school, kids. En dat is de driehoekverhouding. We moeten met z'n allen werken eraan. En het lukt wel zeker, want wanneer ik naar school ga, juffrouw, ik wilde bijna zeggen juffrouw. Wanneer ik naar school ga, ik krijg appjes terug. Mevrouw, u die kinderen vragen of u morgen komt. Of, u gaat toch niet al weg? Gaat u nog inlezen? Kinderen houden van verhalen. Houden ervan om te lezen. Wat krijg ik dan? Ik wil ook lezen. Daar moeten we naartoe gaan. Dat is het. En u zegt, u schrijft vanaf 2002 en u vertelt al eerder verhaaltjes. En heeft u dus eerder dan 2002 verhaaltjes verteld aan een groep van jonge kinderen? En hoe heeft u dus een... wat is het verschil dat u heeft ervaren tussen dus die periode, als u terugkijkt, en nu anno 2023? Toen was ik nog zelf een kind. Kijk, toen ik vertelde, was het allemaal jokkebrokken dingetjes die ik kende. Ik geloof me, ik had zoveel jokkebrokken dingen verzinnen. Dus dat was anders, hè. Maar wat ik wel zeker zie, onze kinderen zijn zo intelligent. Believe me, wanneer ik dit doe. Caterpillar! Welke kleuren zijn hier? Purple. En dan hoor ik enkele kinderen ook zeggen. Paars, red, rood. Zo intelligent. Hoe oud zijn ze? 2 jaar, 1,5 jaar. Ik denk, oh my god, mijn hoed af voor ze, letterlijk. Ze zijn zo intelligent en ze vinden het leuk. Er is zoveel die ze kennen. Tablets? Wat is dat ding weer? Telefoon? Ze zien toch zoveel YouTube? Daarom, hun kennis is vergroot. Maar jij moet advantage nemen daarvan. Juist moet jij erop inspelen. En dan met die kinderen bezig zijn. Want they are very, very intelligent. Letterlijk, ze zijn heel intelligent. En wat vindt u van het leesgedrag van kinderen anno 2023? Ik denk dat je ze 100 keer moet hebben gehoord. Zo niet 10.000 keer, miljoen keer slecht. Ze worden niet genoeg gestimuleerd. Sorry dat ik het zeg. Echt waar, als ik naar school ga, hè, en wanneer ik zie, je mag geen enkele fout maken. Juf, als je begint met je mag geen fouten maken, heb je al daar een hele hoge drempel voor kinderen gezet. Of meester, of mama, of papa. Oh my god, wij zijn mensen met 1000 miljoen fouten. Waarom verwacht je dat het kind alles goed moet doen in 1 keer? Zeg, een fout mag je maken, maar wat gaan we doen daarna? Corrigeren. En daar gaat het om. Het kind is zo zenuwachtig. Oh mijn god, ik kan niet lezen. Als ik een foutje maak, gaat je vrouw me of gaan kinderen me uitlachen. Niemand is perfect. Ik ook niet. Ik ben nooit perfect. Maar wat ben ik wel? Ik ben me van bewust van een fout maken mag.
corrigeren is belangrijk. Want als we steeds dezelfde fout gaan maken, wat hebben we eruit geleerd? Niets. Ja. Dus, zorg ervoor dat kinderen zich niet gepressured voelen. Ik moet het goed doen, ik moet 100% goed zijn. Weet je wat ik zeg? Een van de dingen ook, hè? Kijk bijvoorbeeld Rosalie Oma's Danseresje. Is een boek voor oudere kinderen. Maar kinderen die vlot zijn, 8 jaar plus, kan het gewoon kunnen het gewoon lezen. Wat maakt het uit wanneer ik een kind van 11 plus die zegt, ja, ze moeten de dikkere boeken lezen en ze mogen minder plaatjes hebben. Bijvoorbeeld, ik heb een heel ander idee daarover. Ik heb toch een doel? Mm-hmm. Ik wil alle kinderen stimuleren om te lezen. Zal ik, omdat jij... Nee, reality toch? Kinderen houden niet van lezen. Zal ik ze dan een moeilijk boek geven om te lezen? Of zal ik ze iets aanbieden dat zij makkelijk kunnen lezen? Ik kan me heugen dat ik een keer van een oma dit verhaal. Was het toen, Lina Jupira de Shori. Een oma tijdens het kinderboekenfestival kwam naar me toe en bedankte me. En ik zei aan haar, oma, waarom bedankt u me? Mevrouw Hu, door uw boek is mijn jongen, klein kind, gaan lezen. Uw letters waren groter in en hij heeft het gelezen. En toen zei oma, ik heb een boekje uit. Mm-hmm. En toen zei oma, oké, dan gaan we nog een boek lezen. Zie je wat er gebeurt? En dat was een kind al van 9 jaar. Dus die zou vlotter moeten lezen. Maar het is niet zo. Dus wat doen we? We gaan zodanig boeken schrijven, althans ik, dat het dat kind de basis al geeft. Hey, weet je wat? Die dikke boeken zullen ze later wel lezen. Maar begin ze dit te leren. Dus daar gaat het bij mij om. Stimuleer ze met leuke dingen. Ja, en u heeft ook gesproken over het gebruik van telefoons en tablets in deze moderne tijd waarin we nu leven. Mm-hmm. En iets dat ook dus modern is, is e-reading. Hoe denkt u daarover? E-reading is inderdaad een technologie. Het is niet nieuw, zeg maar hoeveel kinderen lezen eruit? Hoeveel kunnen bijvoorbeeld aanschaffen? Hoeveel hebben een tablet en internet? Hoeveel? Internet moet ik voor betalen. Mm-hmm. Op school, heb ik het? Tuurlijk is het er. Een groep ga je zeker bereiken. Maar kijk naar het geheel. Hoeveel procent bereik je? Ik denk als jullie onderzoek doen, gaan jullie ervan schrikken. Mm-hmm. Het zal echt zo weinig zijn. Geloof me, dat zo, als je inimini zo hebt. Nee, maxi zo hebt, ga je inimini zo hebben. Dus ik zeg niet dat het slecht is. Absoluut niet. Mm-hmm. Maar ik heb zoiets van op dit moment... Zijn we ready daarvoor voor scholen, dat alle kinderen dat kunnen thuis zelf? U zegt het misschien zelf als ik u die vraag ga stellen. Wat denkt u? Echt waar, ik weet niet of iemand u mag vragen. Maar zeg mezelf, wat doen we op scholen? Ja toch? Ja. Dus dat, het is realiteit. En ik zeg niet dat het niet mag, natuurlijk, het is geweldig. Ik bedoel, de hele wereld kan mijn boek lezen. Mm-hmm. Maar als ik mij focus een beetje op Suriname, op ons, dan zeg ik step by step, het gaat komen. Dat geloof ik helemaal. Maar nu zijn het die boeken die je bladert en die je in vers van de pers en je ruikt. Natuurlijk, dat is het dan. Ja, en u heeft zoveel boeken geschreven, mevrouw Hu. Hoeveel boeken heeft u in totaal geschreven? Dat is mijn nieuwste, toch? Ja. Kamel Kipvoel. Is mijn 24ste boek, maar het is mijn 30ste werk. Want ik heb ook videoboeken, audioboeken, dergelijke, weet u. Ik ben zo trots erop natuurlijk, het is tweetalig. En het is mijn 24ste boek, ja. Ja, en dan komen we nu op uw laatste boek, Kamel Kipvoel. Van waar de inspiratie om dit boek te schrijven? Kijk, mijn moedertaal is Surinami. Laat me daarmee beginnen. Mijn moedertaal is Surinami. En ik wilde altijd al ook in mijn moedertaal schrijven. Maar ik denk in het Nederlands. Ik ben tweetalig, maar makkelijk denken is Nederlands. Dus en het Surinami schrijven, want ik zo moeilijk dacht, oh my god, moet ik cool schrijven? O-E-U-L, wat is het in godsnaam, bijvoorbeeld. Simpele voorbeeld. Maar... Het zou komen, ik wist het. In 2017 was er een sabha, een meeting, een Surinami meeting. En ik heb daar gezien mevrouw De Pies. En ik sprak met haar. En mevrouw De Pies zegt aan mij, Renata Wiese. En ze zegt aan mij, Indra, waarom schrijf je verhaal niet in Surinami? En ik zeg aan haar, mevrouw De Pies, dat gaat een keer komen, weet u. Ik ga een van ze vertalen, want anders had ik zoveel boeken. Nou, ik heb toen een lied in datzelfde jaar gehoord van een verhaal dat ik
mijn lievelingsverhaal was van mijn moeder, verteld door mijn moeder. Mm-hmm. En dat verhaal heette Kamal Kapoor. Mm-hmm. En dat lied werd bezongen in ordinaire bewoordingen. Ik was zo kwaad, want het is een pracht van een verhaal. Het is een sprookje. Ik zei eigenlijk, ik hou van sprookjes. En toen ik dat hoorde, dacht ik, wat? Ik ga dit verhaal vertellen, want mijn Parnani heeft het meegenomen uit India. Mm-hmm. Parnani is overgrootmoeder van moederzijde. En mijn Nani heeft het verteld aan mijn moeder aan ons. En ik heb het ook aan mijn kinderen verteld, maar in het Nederlands. Maar mijn moeder vertelde het in zijn Nami. Mm-hmm. En ik dacht, ach, dat ga ik schrijven. En zo heb ik het geschreven gelijk in 2017, maar in Nederlands. Omdat ik zijn Nami zo moeilijk kon mm-hmm. schrijven. Ik heb gevraagd, wat moet het kosten om uit te geven? Oh my god, zoveel geld. Ik dacht, weet je wat? Lord, ik zal het eventjes zetten ergens. Kijken wanneer het universum zal me wel leiden daartoe. Yeah. Toen kwam dit. 2023, 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Er werden commissies gesteld. En ik dacht, kan ik een gooien doen? Mag ik vragen? Wat denk ik? Yeah. Ik sprak met de mensen van de Stichting Rupsje Regenboog. Ik ben er ook bij, maar ik vraag met de andere mensen van, hey, kunnen we het doen, wat denken jullie? We hebben toen ingediend een project. En tot onze blijde verrassing zei de Nationale Commissie van het jubileumjaar 2023, we gaan jullie ondersteunen. Het project vinden we wel heel goed, we gaan het ondersteunen. En toen was het natuurlijk, wow, zoveel dingen om te doen. De vertalingen waren ondertussen al gedaan. En we hebben toen alles in het werk gesteld om een prachtig sprookje voor onze kinderen te publiceren. Het sprookje dat ik heb gehoord van mijn grootmoeder in Suriname en zelf verteld in Nederlands. Dus het kon niet anders dat het Suriname en Nederlands zou zijn. En Kamal Kapoor betekent dus de lotusbloem. Kamal Kapoor betekent de lotusbloem, ja. Oké, en wilt u ons een korte schets geven waarover het gaat? Wat zal ik doen? Suriname of Nederlands? Wat wilt u? Of beide? Beide leek me leuk. Oké. Bahutin pahile, ik jawan mali raha, jun ik ghurmusai or kharab rani khatir kaam karat raha. Ek din maharani gutsaigal mali ke upar karan u okar baat na maane raha. Tab u mali ke jadu kar dees ek kamal ke phool mein. Dust maharani ke mrutti ho gail aur jawan mali kamal ke phool ban ke jiyat raha. Kabbo jawan mali phin manai ban sakat, e jadu kabbo ni kar paawat. Heel lang gelede was er een jonge tuinman die werkte voor een vreselijk onvriendelijke en gemene koningin. Op een dag was de koningin zo boos, omdat de tuinman haar niet had gehoorzaamd, dat ze hem omtoverde tot een lotusbloem. De gemene koningin ging dood en de tuinman bleef als een lotusbloem leven. Zou de jonge tuinman ooit weer mens worden? Zou de betovering ooit verbreken? Wat denkt u? Dus daarover gaat het. Als we dat willen weten, moeten we het boek lezen. Tuurlijk, moeten jullie het lezen. Ja. Ja. Interessant verhaal. Mevrouw, ik zie ook iets heel bijzonders bij u. Ik zie ook altijd met uw hoed. Maar vertelt uw hoed ook een verhaal? Ja, als ik hiernaar kijk, wat ziet u allemaal? Een heleboel dingen. Ik zie bloemen, paar dieren, ik zie patatburgers, hotdog, kralen, ja. Muizen. Je ziet de lotus nu erbij. Ja. Oei, je ziet de lotus erbij. Oh, heb je COVID ergens gezien? COVID. Zie je COVID, die rood, geel, groen, weet ik veel, al die bonbonnetjes hier? Oh ja. Zie je COVID ook erbij? Nou, het zijn allemaal figuren van mijn boeken. Mm-hmm. En dus mijn hoed vertelt een verhaal zelf. Wanneer ik zo naar de klasse ga, ik vind uw hoed zo mooi, mag ik uw hoed? En dan zeg ik ze, wat zie je daar? Dan beginnen ze allemaal, en we beginnen gelijk te praten erover. Dus zo zie je toch? Het is ook iets van, het breekt, hoe zeg je, alle ijs breken toch? Ja. Dus dan. Oké. Leuk gesprek mevrouw Hu. Heeft u aan het eind een boodschap met betrekking tot lezen aan de ouders, de jongeren? Tuurlijk, ik heb een boodschap voor jullie. En dat is, lees zelf en stimuleer vooral onze jongeren om te lezen.
lezen, hè, is niet alleen een zin kennen, herkennen, letters, woorden en zinnen. Lezen is veel meer dan dat. Het is en vertelt wie jij bent. Want kennis maakt macht, zegt men niet zomaar. Mama's en papa's, in plaats van die tablet, wees bezig met boeken. Kinderen leren veel, ook met u een band versterken. En wanneer dat al goed zit, gaat de rest zelf komen, ook voor uw kind. Lees met plezier, lees met een blij hart, lees omdat het belangrijk is voor u en voor onze kinderen. Zo, kijkers, met deze woorden van mevrouw Hu zijn we gekomen aan het einde van dit deel van deze aflevering van In Gesprek Met. Gaat u niet weg, want mijn collega heeft een ander deel voor u. Mevrouw Watkin, welkom in ons programma. Ik zal gelijk met de deur in huis vallen. Kunt u ons vertellen, wie is Joan Watkin? Ja, wie is Joan Watkin is eigenlijk altijd een moeilijke vraag om te beantwoorden. Want je afvraagt van welke invalshoek moet ik uitgaan. Maar goed, laat me beginnen om te zeggen dat ik uit een gezin kom van 7 kinderen. En ik heb zelf heb ik er 2. Ik ben 63 jaartjes jong. Ik ben gepensioneerde van de SLM. En ik ben schrijfster, ik ben dichteres en ik ben trainer, ik hou van trainen. Ik doe ook consultancywerk als het even kan voor kleine bedrijven, geen grote bedrijven. En ja, de laatste tijd, in december heb ik een spel uitgegeven. Ik ben ondervoorzitter van de stichting Push Forward. En we hebben als Push Forward een spel uitgegeven dat Passie heet. En bij Passie gaat het om de levensloop, passie voor ons maar, de levensloop van de mens. En ik heb het spel ontwikkeld voor stichting Push Forward. Waarbij we proberen mensen, tieners vooral, wegwijs te maken in het leven van keuzes die je wel en keuzes die je niet moet maken. Wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Het is een bordspel. Het wordt ongeveer als ganzenbord gespeeld. Met momenten van teruggaan, stappen achteruit maken, maar ook stappen vooruit maken. En dat is helemaal afhankelijk van de keuze die je maakt. Dat is zo ongeveer Joan Watkin. En ja, dat ben ik. Ik ben socioloog. En ik ben ook agoog. Oké. En u zegt, u heeft meerdere boeken geschreven. Hoe is het schrijven bij u begonnen? Het schrijven is begonnen, eigenlijk is het, ik heb laatst tegen mijn dochter gezegd, ik schrijf vanaf ik klein ben, maar toen schreef ik in mijn hoofd. Ja. En als ik vrij was, ik had geen huiswerk te maken, ging ik altijd ergens zitten buiten op het balkon. En dan ging het schrijven in mijn hoofd verder en dan had ik allerlei verhalen. Soms was het verhaal ik, soms was het verhaal hij. Maar naarmate ik ouder word, moet ik eerlijk zeggen, dan verzon ik meer liefdesverhalen, romantische verhalen in mijn hoofd. Hoe is het echte schrijven begonnen? Ik maakte deel uit van het bestuur van Stichting de Stem. En daar werden we geconfronteerd met mannen, beroepse gasten, die eigenlijk... Ja, ze waren verslaafd. En vanwege hun verslavingsprobleem kregen ze steeds meer problemen. Maar ook dat verslavingsprobleem had een oorzaak. En ik ben gaan ontdekken dat de oorzaak ergens in hun jeugd lag. Mensen spraken vaak negatief over verslaafden. Mensen worden vies van ze. Mensen, ze buiten je uit, ze lichten je op enzovoort. Maar naarmate ik in gesprek ging met de verslaafden... En je hun story hoort, dan zie je dat er meer achter schuilt. En dan zie je ook bij hun de drang om eruit te komen, de behoefte om eruit te komen. Toen heb ik een toneelstuk geschreven, ik denk dat het in december was. Heb ik een toneelstuk geschreven en het heeft heel goed aangeslagen. Toen dacht ik, ja maar, nu weet deze groep van 30, 40 man, kent het verhaal achter het verhaal. Mm-hmm. Toch? Maar ik wil breder gaan. Toen heb ik besloten om een boek te schrijven. En dat was mijn eerste boek, Schaduwen uit mijn verleden.
waarbij ik dus aangaf dat er in het verleden van de mens een aantal dingen gebeurd kunnen zijn die ertoe leiden dat ze in hun verdere leven met een bagage meezouden. Schaduwen uit mijn verleden geeft aan dat er eigenlijk bijna een onzichtbare hand in je leven werkzaam is. Je kan het niet voelen, je kan het niet touchen, maar het is werkzaam. Je faalt elke keer weer, dingen gaan niet goed. Maar het zijn vervloekingen die in het leven van een kind plaatsgevonden zouden kunnen hebben, die vaak leiden tot of verkeerde opvoeding, te strenge opvoeding of te slappe opvoeding. Maar sommige mensen kunnen het ook van nature van zichzelf hebben. Maar if you know sapsana sani, dat achtervolgt het je. Het blijft je achtervolgen en je zet geen stappen in het leven. Zo heb ik dus mijn eerste boek geschreven, Schaduwen uit mijn verleden. En dat zou mijn volgende vraag zijn. U heeft bijkans 10 boeken geschreven en u vertelt waarover uw eerste boek is gegaan. Maar wat voor andere soorten boeken heeft u geschreven en wat is uw motivatie daarachter geweest? Oké, ik heb een 6-tal biografieën geschreven. Dan kwam de motivatie van degene die je vraagt, want schrijft over mijn leven iets. Ja. Dus daar hoef ik niet zoveel over te vertellen. Ik heb geschreven, en dat is 5 jaar terug uitgekomen, 2018... een boek over de situatie die zich afspeelde in het binnenland van Suriname. Met name het gebied van New Aurora en de andere naam kan ik even niet opvallen. Waarbij een man was overleden en de gemeenschap van New Aurora, waartoe hij in principe behoorde, dat was een komaf, had toen besloten dat hij daar begraven moest worden. Maar de man was bekeerd. En hij leefde niet meer volgens de traditie. Inmiddels was hij weggestuurd, verbannen uit New Aurora. Hij heeft zijn eigen plek die hij toen had aangewezen gekregen, gesticht met familie enzovoort. En de afspraak was, laten je mensen je daar begraven. Maar toen is overleden, ik denk dat hij 5 juni toen is begraven. Maar daarvoor, hij is overleden en heeft toen 8 maanden... heeft het lijk in mortuarium gelegen, omdat hij niet begraven kon worden, mocht worden daar. Maar de familie zegt, maar hij komt ook niet daar. Dus dat was een twistgeval. En ik kende de mensen vanuit het volle evangelie, kende ik de familie. En toen heb ik besloten dat verhaal te schrijven, ook om een stukje geschiedenis vast te leggen. Van hier, kijk, zo gaan zaken eraan toe, anno 2018. Dat boek heette Lichtpunt aan de horizon, omdat toen het boek uit moest komen, de families bij elkaar waren gekomen en ze wat afspraken hadden dat het anders zou gebeuren. Daarnaast heb ik uitgegeven, nee dat was daarvoor, heb ik een 3-tal boeken uitgegeven, Opgroeien dwars door groeipijnen heen. En die boeken waren bestemd voor kinderen, voor tieners, meer kinderen, 12, 13 jaar. Die boeken gingen over basislevensvaardigheden. De kinderen leren op een soepele, simpele manier hoe ze met problemen kunnen omgaan. Als ze bijvoorbeeld volgen wat het hoofdfiguur in dat boek heeft gedaan. Zo had je zaken als omgaan met pesten, omgaan met seksueel geweld. Hoe ga je om als je verslaafde ouders hebt. Verliefdheid is ook aan de orde gekomen, gehoorzaamheid enzovoort. Zo had ik 12 items, heb ik toen belicht in die 3 boeken. Ik denk dat ik die 2009 of zo heb uitgegeven. En toen was het een tijdje stil, toen kwamen de biografieën. En toen kwam dat boek van Yabini, Lichtpunt aan de horizon. Daarna heb ik een serie van 6 boeken uitgegeven. En die hadden betrekking op hoe ziet mijn liefdesrelatie eruit? Hoe kan ik behouden wat ik heb of verbeteren? Het waren werkboeken met 500 vragen per werkboek. En over 6 categorieën mensen. Mensen die alleenstaand zijn. Anderen die verliefd zijn. Die willen trouwen. Die zijn getrouwd. Die zijn gescheiden, gaan hertrouwen enzovoort. En het laatste boek dat ik eigenlijk nog niet heb uitgegeven in die serie, was het boek over online daters. Dat boek moest dus nog uitkomen. Die boeken heb ik in 2019 uitgegeven. En die boeken heten Vangt ons de vossen, de kleine vossen. In de Bijbel in Hooglied staat er een tekst
waaruit blijkt dat de kleine vossen in een veld vaak meer schade aanrichten dan de grote vossen die we zien. Omdat een grote vos gaat aan je vruchten gaan, gaat een paar eten en verdwijnt en komt morgen terug. Maar die kleine vos is zo klein, dus die moet het van de wortels hebben. En de kleine vos gaat dan knagen aan de wortels, maar dan is zo'n boom in één keer afgelopen, afgeschreven, kapot. Ik heb toen voor die titel gekozen, omdat er in het leven kleine dingen zijn waar we niet op letten, toch? En het zijn die dingen die soms het leven, het huwelijk, een relatie kapot maken. En ik heb geschreven over verschillende categorieën in het leven, levenscategorieën. En het ging over waarom ik, waarom kiest mijn partner wel of niet voor mij? Hoe gaan we om met financiën? Hoe gaan we om met liefde in de relatie? Maar ook hoe gaan we om met zaken als geloof, seksualiteit, financiën? Maar ook waar ben je opgegroeid? Hoe is je leven verlopen? Soort score je go. Ik ga scoren of ik sta naar mijn verdoren of scoren. Maar ook zaken als hoe zie je de toekomst? Toch? Als we kijken naar alles wat zich in de wereld afspeelt de afgelopen tijd en de toekomende tijd. Met de technologische veranderingen enzovoort. Waarbij mensen niet meer nodig zullen zijn op een gegeven moment. Hoe denk jij daarover? Hoe denk ik daarover? Hoe gaan wij ermee om? Wat leren we onze kinderen? Hoe gaan we leven? Gaan we off the grid leven? Of gaan wij zorgen dat wij toch blijven leven zoals iedereen nou leeft? Enzovoort, enzovoort. Toekomstvisie. Waar wil je wonen? Hoeveel kinderen wil je hebben? Ik heb totaal per boekje dus 500 vragen minimaal opgesteld. En die boeken zijn toen uitgegeven en ik heb ze werkboeken genoemd. Omdat het de bedoeling was dat man en vrouw samenwerken. En dan kunnen we een afspraak maken, een date night, om ons werkboek in te vullen. Jij vult van jou en we gaan bijvoorbeeld categorie seksualiteit nemen. Hoe ervaar je onze seksualiteit? En wat kan anders zijn? Wat vind ik niet fijn? Enzovoort, enzovoort. Weet u, het is moeilijk om zo over delicate onderwerpen te praten. Maar als het op papier staat, dan stel je de vraag makkelijker. Dan kunnen we beide erover nagedacht hebben, dan gaan we erover praten. En dan maak je een avondje, ik noem maar een dinsdagavond. Elke week op de dinsdag praten we over onszelf een uurtje. Dan is het makkelijker. Dat zijn dus de boeken. Vangt ons de vossen, de kleine vossen. Ja, en je gesproken dat er een laatste deel nog niet is uitgegeven. Wanneer wordt die uitgegeven? Dat moet ik nog even kijken wanneer het uit wordt gegeven. Het is er al. Maar ik heb dus nu even mijn aandacht gefocust op 3 andere boeken die ik deze maand uitgeef. Binnen een periode van een maand ga uitgeven. En wat is het onderwerp? Het onderwerp van het eerste boek dat zaterdag wordt uitgegeven is narcisme, is verstikkend verbonden. Mm-hmm. En verstikkend verbonden gaat over een jonge vrouw, Afra geheten, die zit in een verstikkende relatie met haar huwelijkspartner, van wie ze zielsveel houdt. Maar hij blijkt narcistisch gedrag te vertonen en ze probeert zich te ontworstelen uit die relatie. En dat boek is gebaseerd op ervaringen van anderen in mijn omgeving, vrienden, kennissen. Maar ook van mijn eigen ervaringen heb ik meegenomen in dat boek. En dat boek wordt zaterdag aanstaande gelaunched aan het eind van een workshop over narcisme in relaties. Zullen we dat boek launchen. En daarna zijn er nog 2 andere boeken. En een van de boeken gaat over... Er zijn 2 biografieën. De ene gaat over James Cooper. Laten we beginnen met Anake. De ene gaat over Paulus Anake. Dat is een man die zo'n 150 tot 200 jaar terug, denk ik hoor, ergens in die periode geleefd heeft in het binnenland van Suriname. En hij is tijdens een ritueel tot bekering gekomen. En het moeilijke tijd. Die tijd geloofde men niet in het evangelie en dergelijke. Hij heeft het heel moeilijk gehad. Kerkgericht opgesticht, maar je moet weten, hij was analfabeet en dergelijke. Dus hij mocht niks en hij kon niks enzovoort enzovoort. Maar hij werd geleid door de geest van God. Hij is op een gegeven moment gestorven. En maar voordat hij stierf, heeft hij zijn kinderen gezegd, er gaat een blanke man komen die voor jullie het evangelie gaat brengen. En na 80 jaar heeft hij toen doorgegeven. Hij is overleden. Hij had een basis gezet
voor het volle evangelie. Een paar mensen hebben het geloof behouden, anderen weer niet. En precies na 80 jaar kwam James Cooper vanuit Amerika naar Suriname. En toen is hij inderdaad in dat gebied gegaan. Ze hebben hem, de zonen van de man hebben met hem gesproken. En hij was al bezig ergens in het boven-Suriname gebied. En toen is hij naar het dorp gegaan dat de man had gesticht. Dat is Futunakeba. En hij heeft toen het evangelie daar vorm helpen geven op Futunakeba. En ik denk een 10 jaar, 15 jaar terug bestond Futunakeba 120 jaar. Dus daarom zeg ik het zal nou wel 135 jaar of langer terug zijn dat die man heeft geleefd. Die twee boeken komen uit in de loop van deze periode. Juni denk ik niet meer, maar ik denk juli. Die zijn ook al af. Ik heb de boeken niet in één keer snel geschreven. Het zijn boeken die reeds voor de coronatijd eigenlijk af waren. Maar met de coronatijd had ik alles een beetje laten liggen. Ik dacht van ik kijk wel hoe het gaat. En ik heb de laatste tijd gezegd, hey, ik pak het op. En waardoor ik nu dus deze drie boeken in één keer uit kan geven. Okay. Interessante onderwerpen en daadwerkelijk laat u dus de lezer van uw boeken zien dus wat de verhoudingen zijn in onze samenleving. Maar natuurlijk interessante onderwerpen en mensen willen weten, Migado, waar kan ik zo'n boek van hem vinden? Dus hoe toegankelijk zijn uw boeken voor het publiek? Ja, misschien moet ik zeggen weinig toegankelijk. Waarom? Omdat ik heb gemerkt, bij de eerste boeken ging het vlot. Ik had een aantal gedrukt en ik heb vlot verkocht. Maar daarna nam de behoefte aan lezen bij mensen neemt af. Ik moet eerlijk zeggen dat wij in Suriname geen leescultuur hebben. En dat vind ik heel jammer. En het wordt ook niet ontwikkeld, het wordt niet gestimuleerd. Ik weet toevallig van Nederland, waar de kinderen als ze in de klas komen zitten 's morgens, ze verplicht zijn te lezen. Niemand praat met elkaar. Je moet lezen, tenminste bij de scholen met wie je contact hebt. Je moet lezen. En daarnaast hebben ze nog een leesuurtje. En voor het jaar moeten de kinderen, gaat u na, groep 3, dat we zeggen eerste klas, wat wij dat hier kennen, ze moeten 25 boeken per jaar voor het schooljaar gelezen hebben. Dus lezen wordt gestimuleerd. En ik denk dat wij dat ook moeten overnemen. Dat lezen meer gestimuleerd wordt in Suriname. We hebben dat niet. Waardoor ik 1, minder boeken ben gaan drukken. En 2, de boeken ook niet meer plaats bij de verschillende boekhandels. Omdat als niet alle boeken verkocht zijn, jij je geld niet krijgt. Hoe noemen ze het? Geen commissiebasis. Ik weet niet wat de naam is. Ik kreeg je geld dan niet, waardoor mijn geld hier en daar vast begon te zitten. En ja, ik ben geen rijke persoon, ik heb niet veel geld, maar ik wil wel informatie brengen naar mensen. Maar als het geld hier vast zit en daar vast zit, en toen zei ik van oké, ik druk niet veel, ik druk maar een aantal. En de mensen die het weten, ze bellen elkaar, je kunt mevrouw Watkin bellen. Of je kunt, als ik het uitgeef namens de organisatie waar ik zit, je kunt push forward bellen, dan kan je aan zo'n boek komen, enzovoorts, enzovoorts. Dus hoe toegankelijk is het? Misschien geen prettig nieuws, maar het zal niet in de boekhandels als zodanig echt beschikbaar zijn. Okay, dat is begrijpelijk. En u vertelde eerder in het gesprek ook over een familiebordspel dat u heeft ontwikkeld, Passie. Hoe kunnen mensen dus aan dat spel komen? Ja. Ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat we het niet bij ons hebben. Maar goed, ze kunnen aan dat spel komen door te bellen op het nummer 88 via Push Forward op het nummer 88-43-063. Op dat nummer is Push Forward voorlopig te bereiken. En als men op dat nummer belt, dan kan je aan een bordspel komen. Eigenlijk durf ik geen prijs te noemen. Ja, in Paramaribo Zoo hebben we een van deze spelen gezet en het is 3x4 meter groot. 3x4 meter, dus eigenlijk ja, zo'n stuk. En daar kunnen de kinderen ook gaan om te gaan spelen. Ik weet niet als er kosten daaraan verbonden zijn, maar men kan hun kinderen daar naartoe brengen. Als je het bord niet kan kopen, dan kun je zelf. Verder hebben wij dat wij dus ook borden verkopen. En we hebben borden van A3 formaat. En als je hem vouwt, dan wordt het een A4, maar goed, het is een A3 formaat. We hebben borden van 90 bij 60 centimeter. Dat is dan zoiets. En we hebben de grote borden. Men kan het kopen op Alibon,
dus het materiaal, of op banner. En de prijzen verschillen. Ik ga nou niet alle prijzen hier kunnen noemen. Niet dat ik het niet wil, maar dat kan voor verwarring zorgen. Ja. Maar men kan altijd bellen op het nummer 88 43 063. Oké. En dan gaan we naar iets anders dat u doet, behalve dat u boeken schrijft, bent u ook bezig trainingen en workshops te verzorgen. Ik weet over een workshop of ja, een workshop die aanstaande zaterdag gehouden zal worden over beschadigde emoties, zelfsabotage en narcisme. In Suriname praten we heel vaak over narcisme en hoe iemand hoe iemand narcistisch kan zijn, maar vaak genoeg staan we er niet bij stil wat narcisme eigenlijk betekent. U bent socioloog, dus ik zou het best op kunnen ingaan. Wat is narcisme? Ja, inderdaad. Vroeger dacht ik dat alleen Hitler een narcist kon zijn, toch? En vroeger dacht ik dat alleen mannen narcisten waren. Maar omdat ik bepaald gedrag begon te zien bij kennissen, bij vrienden enzovoorts, ben ik me gaan verdiepen erin en heb ik gezien dat narcisme bij een ieder zou kunnen voorkomen. Narcisme maakt geen onderscheid in geslacht of in leeftijd of in het land waar je woont of het beroep dat je hebt of als je geschoold bent of niet. Een narcist kan overal zijn omdat een narcist gewoon een persoon is. Wel is het zo dat de wetenschap zegt dat mannen meer aan persoonlijkheidsstoornissen lijden. Dan kom ik terug van wat is narcisme? Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis. En het is een stoornis die maakt dat mensen eigenlijk egocentrisch worden. Dat mensen meer van zichzelf houden dan van anderen. Dat mensen geen empathie voelen. Dat mensen niet met een ander kunnen sparen van hey, wat gaan we doen, hoe gaan we dat doen, maar ze willen het altijd bepalen. Dat is eigenlijk iemand die met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Hoe werkt dat? Dat werkt op verschillende manieren. En bijvoorbeeld als het zo is dat een narcistische ouder, als je een narcistische ouder hebt, dan hoor je de kinderen vaak zeggen, ik ben pas gaan leven toen mijn ouders, of mijn ouder, mijn narcistische ouder, uit mijn leven was. Dood of heel ver vandaan. Omdat narcisten voor jou het leven willen bepalen. Ze willen bepalen wat je moet doen, hoe je het doet, wanneer je het moet doen. Ze houden geen rekening dat jij ook je eigen wensen hebt, je eigen doelen hebt die je nastreeft. Daar houden narcisten geen rekening mee. En ja, lastig, hinderlijk, maar ze kunnen het niet omdat ze een stoornis hebben. Ik wil even echt wel benadrukken dat we moeten voorkomen dat we andere mensen het etiket narcisme opleggen. Wij, leken, mogen dat niet doen. En ik noem mezelf als socioloog, als agoog een leek, omdat ik geen psycholoog of psychiater ben. Die twee functionarissen mogen alleen mensen diagnosticeren als te zijn een narcist. Dus ik wil de mensen erop wijzen dat we het niet moeten doen. Het is niet fijn. Je kunt bepaald gedrag herkennen. Je kunt het met de persoon bespreken en vragen van hey, ga even voor een gesprekje hier of daar naar een psycholoog of een psychiater. En dan kijken we, dan kunnen die misschien jouw zicht geven op je situatie. En misschien zou je volgende vraag zijn, kan een narcist uit zijn narcisme komen? Dan is het antwoord voor sommigen ja, maar voor de meeste nee. Een narcist heeft vaak niet door dat hij een probleem heeft. Toch? Ik ben zoals ik ben, nasomitang. Ik kan niet veranderen. Ik kan je beloven dat ik wil veranderen, maar ik kan niet veranderen. Toch? Het is niet zo van, hey, mijn neus is krom, ik ga naar een plastisch chirurg, ik ga mijn neus veranderen. No, als aan dit in zie. En het kan aangeboren zijn en of aangeleerd. Als het aangeboren is en nog aangeleerd vanwege omstandigheden, bijvoorbeeld uit een moeilijk gezin, uit een slecht gezin, gepest zijn enzovoorts, dat vergroot alleen maar de kans dat mensen narcistisch gedrag gaan vertonen. Er is een studie die zegt, 1/3 deel van de mensen
die een psychosociale behandeling heeft gehad, die kan eruit komen. Redelijk goed. Ja. 1/3 deel komt eruit, maar valt terug. En 1/3 deel haalt het nooit. Blijft altijd in die situatie. Dus kan het dat je eruit komt? Ja en nee. Het geloof, een bepaalde... Nou ja, iedereen heeft een bepaalde geloof. Gaat naar de kerk of een andere geloof, overtuiging. Zou dat kunnen helpen? Ik kan daar geen ja of nee op zeggen. Ik wil alleen maar zeggen, God heeft het recht en de macht mensen te veranderen wanneer hij dat wil. En als mensen tot hem roepen en vragen, dan wil hij dat ook. Maar God gaat nooit tegen onze wil in werken. Als wij dat niet willen en dat niet inzien enzovoort, dan gaan we blijven zoals we zijn. Maar God heeft het recht. En ik kan dan niet bepalen van omdat de persoon christen is, moet God de persoon veranderen. Dat is wat wij met een moeilijk woord noemen het prerogatief van God. Hij bepaalt het, hij heeft het recht. Dus Minokango bepaalt die garotakere amandis of roos naar narcis, verander de persoon. Dat kunnen we niet. We hopen het, we willen het, we wensen het. Ja, begrijpelijk. En voor de hedendaagse samenleving is het van belangrijk hoe ze zo iemand kunnen herkennen. Want misschien kan je de persoon dan helpen, maar misschien kan je jezelf ook beschermen tegen dat wat zo iemand teweeg kan brengen. Dus hoe herkennen we een narcist? Ja, hoe herkennen we een narcist? Ik heb eigenlijk al een paar kenmerken genoemd. Een narcist is iemand die alleen, belangrijk, alleen van zichzelf houdt. Maar heel vaak zeggen mensen, ik moet eerst van mezelf houden, zodat ik van andere mensen... Eerst, u heeft het heel mooi gezegd, ik moet eerst van mezelf houden, zodat ik van anderen kan houden. Een narcist houdt alleen van zichzelf. Niet van anderen. Dat is een van de belangrijke kenmerken. En je gaat het merken. Ze zijn streberig. Ze willen doelen bereiken. En als ze jou naar beneden moeten drukken om hun doelen te bereiken, gaan ze het bereiken. Ja. Narcisten zitten in hoge posities in bedrijven. Maar het zijn geen mensen met wie je kan levelen, met wie je kan praten. En ze gaan je beledigen. En een relatie, als een relatie begint, top. Je wordt torenhoog geprezen als vrouw of als man. Je bent de beste persoon, je bent de geweldigste persoon, je bent de liefste persoon. Ik ga je dit geven, ik ga je dat geven, ik ga je zus geven. Maar, en ik ga het misschien een beetje grof zeggen, als ze hun klauwen eenmaal in jou gevestigd hebben, dan word je vuil. Dan word je dirt voor hun. Ze zien je niet meer, je mag zeggen wat je wilt, ze bemoeien niet meer met je. En kan dit fos... Je praxeert dat ik moet eruit, dat is aan een andere. Maar als die andere ze laat, komen ze netjes naar jou terug. Zo werkt een narcist. Hij kan niet alleen blijven. Of hij, zij kan niet alleen blijven. Gaat naar je terugkomen. Maar jij moet jezelf kunnen beschermen van ik ga daar niet in terug. Een keer is mij de vraag gesteld. Moeten mensen uit relatie stappen met narcisten? Ik zeg dat bepalen ze zelf. Toch? 1, ik kan niet zeggen als de persoon narcist is. Je ziet een paar gedragingen. 2, als de persoon zegt, luister, mijn man vertoont of mijn vrouw vertoont narcistisch gedrag. En ik wil er zo mee omgaan om mezelf te beschermen. It's up to you. Wat kan je aan? Niet iedereen kan alles aan. Iedereen heeft een bepaalde level van acceptatie van zaken in haar of zijn leven. Als je het aan kan, be my guest. Als je het niet aan kan, run. Ja. Oké. En mevrouw Watkin, een hele mooie uitzending gegeven over wat we kunnen verwachten van iemand met narcistische gedragingen. Hij heeft dus vooral gekeken naar in een relatie, man-vrouw relatie, wat de effecten daarvan kunnen zijn. Maar heel vaak groeien kinderen ook op met ouders ouders die narcisten zijn. Hoe kan dat impact hebben op het verdere leven van zo'n kind? Ja. Het heeft een heel negatieve impact op het leven van het kind. Zou het kunnen hebben. Laat mij zeggen, zou het kunnen hebben. Want ik kan het niet absoluut stellen. Omdat dat kind door die ouder onderdrukt wordt. Dat kind ervaart dat de ouder vindt dat dat kind voor de ouder lief. Je bent het bezit van een narcist. En de ouder ziet dat kind als een bezit. Dat kind moet blij zijn dat het kind bestaat.
Je moet blij zijn dat ik je eten en drinken geef. Dus jij moet op een gegeven moment alles doen wat ik tegen jou zeg. Jij als kind heb je geen mening. Zo'n kind groeit op, onderdrukt, in een onderdrukte situatie. En wordt soms ook een narcist. Maar als ze zich weten te verzetten tegen een narcist, dan kunnen ze er redelijk goed uitkomen. Maar het zijn vaak beschadigde mensen, omdat hun emoties beschadigd raken door een narcist. En vaak krijg je, dan komt het begrip zelfsabotage aan de orde. Mensen die zo zijn opgevoed en hun emoties zijn beschadigd, gaan vaak zichzelf ook beschadigen. Wat wij dan noemen zelfsabotage. Ze gaan zichzelf ook vernietigen. Ze hebben geen zicht op het leven. Ze hebben geen zin in het leven. Ze hebben altijd moeten vechten. Ze hebben zich altijd moeten bewijzen. Je bent nooit goed genoeg voor een narcist. En in een werkrelatie komt het ook voor dat narcisten bijvoorbeeld projecten van anderen stelen. Je zit in een groepje, een clubje. Je moet iets voorbereiden. Jullie bereiden het voor. Voordat je denkt, gaat de chef je melden van, hey, ik heb een leuk project gezien, man. Ik heb het van die en die van John of Glenn of Joan of weet ik veel wie gehad, terwijl jullie het samen hebben voorbereid. Door boroboro om een goede naam te maken bij de chef. En ja, ik heb het al gezegd, een kind van een narcist leeft pas als de narcist uit het leven van het kind is. Ja, en tijdens uw event van aanstaande zaterdag, een van een de punten die u heeft aangehaald in de uitnodiging is dat mensen bewuster moeten worden gemaakt over het fenomeen narcisme. En eigenlijk is het vanzelfsprekend waarom. Maar misschien kunt u meer daarop inspelen. Ja, oké. Okay. Ik nog maar even zeggen dat aan het seminar hebben we drie, in het seminar hebben we drie inleiders. De eerste inleider zal zijn dochter Ellekom. Hij is dokter, hij is psycholoog, hij is volgens mij psychiater, hij is neuropsycholoog, enzovoort, enzovoort. Een aantal titels. Ik zeg dat omdat die man weet waar hij over praat. En hij gaat praten over de persoonlijkheidsstoornis narcisme. Dus hij gaat het vanuit de medische hoek, kun je zeggen, analyseren. Vanuit de hoek van de gezondheid van de mens. Daarnaast hebben we mevrouw Bakboord, die gaat praten over huiselijk geweld. Narcisme in relatie met huiselijk geweld. We hebben verder mijn persoon. Ik ga praten over narcisme in relatie. Het zij in een liefdesrelatie, een werkrelatie, ouder-kindrelatie, burenrelatie enzovoort. En ik ga voornamelijk tips geven hoe mensen kunnen voorkomen dat ze in een narcistische relatie stappen. En of hoe ze zich kunnen handhaven in die relatie. En tot slot komt aan de orde mevrouw Beulenson Plet, en die gaat het hebben over hoe ga je als maatschappelijk werker, als HRM, als PZ, als chef of zo, om met een narcist. Ze gaat dus dat stukje gaat zij benaderen. En tot slot, heeft u misschien een boodschap aan de samenleving? Want door het heel gesprek heen heeft u verschillende sociale aspecten aangehaald. En u heeft ook daarover geschreven in uw boeken. Wat is een belangrijke boodschap dat u aan de samenleving wilt meegeven? Ik ga het houden op narcisme. En één is, beschuldig niemand. Plak geen etiket voor een ander op dat de ander een narcist is. Ga lezen als je wil weten wat een narcist is, wie een narcist is. Ga met een psycholoog en psychiater praten. En een ander is, een narcist is eigenlijk een beetje een zielige persoon die niet wil zijn zoals hij is, maar is zoals hij is. Dus ga geen verwijten maken, enzovoorts, enzovoorts. Ga niet proberen een narcist te veranderen. Het is verloren tijd. Jij als persoon gaat dat niet kunnen. Het is niet je taak. Niemand vraagt het van jou. Je gaat het niet kunnen. En aan de jongeren zou ik willen zeggen, kijk goed met wie je in relatie stapt. Toch? Met wie je het besluit neemt om samen verder te gaan. Want het zou nare consequenties voor je zou kunnen hebben. En als je eenmaal erin bent, volg de tips. Op het seminar ga ik een aantal tips geven. Kijk hoe je ermee omgaat. En algemeen zou ik willen zeggen, je merkt dat mensen soms onaardig tegen elkaar kunnen zijn. Dat is algemeen. Ik denk, en dan praat ik op basis van levenservaringen kennelijk, dat wij niet het recht hebben om anderen te oordelen over wie of wat we zijn.
Omdat vaak, vooral in de kamer en in de weet ik veel, achter de coulissen zijn we niet beter. Maar we schilderen mensen soms zo slecht af. En dat is niet goed. Laten we proberen. Mijn moeder, Weilen, mijn moeder zei altijd, even een man doe boeng, no, doe ogri. Libas man de kasmak, trek jezelf terug. Werk aan jezelf waar je aan jezelf kan werken. Maar nou weer maar trek jezelf terug. Je mag met iemand over haar of zijn problemen praten. Je mag iemand adviseren over een situatie. Maar ga er alvast niet over roddelen. Ga niet met de vinger ernaar wijzen. En als christen zeg ik, ga in gebed. Ga in gebed voor jezelf, ga in gebed voor je relatie, ga in gebed voor de ander. En Lucas gaat dat ook doen. Dank je wel.